Ik heb maar weinig action, dus voor mij was het was... Ja, niet dan. Ja, ik heb wel heel lang getwijfeld om mee te doen. Dat zeg ik wel heel eerlijk. Want ja, kijk, je weet natuurlijk wat er daar allemaal gebeurt. En het was nog niet zo heel lang over tussen mij en Sharon. Toch gekozen voor wel, omdat ik op de hoop was dat ik misschien dan daar haar terug kon krijgen. En kijken of ze zich even kunnen gedragen, ook zonder mij. Het pakte een klein beetje anders uit als verwacht. Kijk, je hebt een bepaald aantal ex opgegeven, dus ja, je hebt echt een lijstje. Nee, ik heb maar weinig exen, dus voor mij was het nou, was... Ja, niet dan. Ik heb maar weinig relaties gehad, niet dan. Ja. Relaties, toch? Ja, maar bij zo'n beetje zijn ex niet alleen een relatie, hè. Ja, oké. Okay. Ja, ik wil het daar niet over hebben dat ik naar Alyssa ging, maar het was wel een beetje dat ik naar een ander wijfje ging voor... Om Sharon wel even te laten zien dat er ook andere kanten zijn, weet je wel. Het klinkt heel raar, maar het is voor mij vooral niet raar. Ik zou het bij geen andere jongen denk hebben. Maar ik denk wel echt, hoe langer ik hem leerde kennen, weet je wel, dat ik wees van... Hij had het me niet geflikt als hij mij kende. Kijk, nee. Wij kenden elkaar nog niet in Ex on the Beach. Dus ja, jij weet niet van elkaar van, ja, kan je met diegene opschieten, ja of nee. Ik kan het hem niet kwalijk nemen, snap je?